En de verkeerssituatie bij de kruising van de Koezewijnenstraat, de Rust- en Werkweg en de Evram-Zegenweg zal vanaf zondagochtend wederom gewijzigd worden. Dit zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, vanmorgen tijdens een informatiebijeenkomst op het ministerie. Wip zegt verder dat er vanuit de gemeenschap weinig informatie is over hoe een verkeersregeling werkt. Vanwege de vele klachten en suggesties heeft het ministerie toch besloten wederom een wijziging aan te brengen op deze kruising, zegt Wip. De karakteristieken van het kruispunt Koezewijnenstraat, Evram-Zegen, Rust en Werk. Een kruispunt met een hele grote verkeersintensiteit. Er is sprake van gemengd verkeer, dat betekent voetgangers, fietsers, bromfietsers en snelverkeer. Een groot kruisingsvlak. En we hebben een situatie waarbij aansluitend aan de Rust en Werkweg een rotonde is. En de afstand tussen de rotonde en het kruispunt is relatief kort. Bij de instelling van de verkeersregelinstallatie zijn wij genoodzaakt met deze facetten rekening mee te houden. Dan moet je nagaan, 1 is de Rust- en Werkweg, het oostelijk deel. 2 is de Koezewijnenstraat Noord, het verkeer dat komt vanuit de Koezewijnenbrug. 3 is de Evramzegenweg en 4 is de Koezewijnenstraat Zuid. Dan ziet u 2 opstelvakken bij 1. Bij 2 ziet u ook 2 opstelvakken. Bij 3 heeft hij 1 opstelvak en bij 4 2 opstelvakken. Wip legt verder uit dat de wijzigingen het verloop van het verkeer zullen vergemakkelijken. De aanpassingen die er komen bij de verkeersregelinstallatie is het zo dat in de huidige situatie het verkeer dat komt vanuit de Koezewijnenstraat, vanuit de Koezewijnenbrug naar het verkeerslicht toe, kan in de huidige situatie alleen linksaf. In de nieuwe situatie kan het verkeer ook rechtdoor gaan. Rechtdoor rijden. Het verkeer vanuit Evram-Zegen kan in de huidige situatie alleen linksaf, maar in de nieuwe situatie kan het verkeer ook rechtdoor. Dus het verkeer vanuit Evram-Zegen kan zowel rechtdoor richting Latour en linksaf richting de Koezewijnenbrug. Dat zijn de 2 aanpassingen die er komen, maar ook de facering wordt anders. Dus de mensen, er komen andere combinaties tussen rijrichtingen. In de nieuwe situatie is het zo dat rijrichting 12, dat is deze, en rijrichting 2, oh, dit wordt ook aangepast hoe men gaat rijden. Nu is het zo dat deze alleen rechtsaf gaat. In de nieuwe situatie gaat deze rechtdoor en rechtsaf. En de linkerrijstrook die gaat alleen linksaf. En ik wil de gemeenschap vragen om dat goed in de gaten te houden. Dat men niet gaat rijden op de oude manier. Maar dat men rekening houdt. Kijk naar de schablonen in de verkeerslichten, op de lenzen van de verkeerslichten. Dat geeft de pijl de rijrichting aan. Een voorwaarde om dit te doen, om deze facering toe te passen, is dat het verkeer op de Rust- en Werkweg zo goed mogelijk wordt verwerkt. Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak vanmorgen tijdens een informatiebijeenkomst over de nieuwe wijziging bij de kruising van de Koezewijnenstraat, de Rust- en Werkweg en de Evram-Zegenweg die zondagmorgen ingaat.